We hebben een tennisbal. Er zitten een paar baby's in. Probeer op Megan's buik. Laten we een microcircuit schilderen. Dat kan toch niet? Onze favoriete Android-pop is zwanger. Megan keek naar de Lalilu's nieuwe video over kinderen. Oh, wat schattig. Ik wil ook een baby. Aha. Megan verzamelde de juiste onderdelen. Het productieproces is begonnen. Megan slaagde erin om een high-tech baby buiten te maken. Laten we het vastschroeven. Ik kan er een baby in opvoeden. Nu moeten we het opruimen. Oh, best zo onhandig met mijn buik. Oh, ik krijg het niet. Robocat stal een potje. Je moet eraan wennen. De robocat luisterde naar het geluiden van de buik. Knip de geprinte weergave uit. Bedek het met een frame. Bedek het met heldere gel polish. Dit apparaat werkt als een scanner. De wonderen van de technologische vooruitgang. Laten we het Lalilu ziekenhuis bezoeken. De dokter wacht op nieuwe patiënten. Megan kwam naar de inspectie. Hello. Kunt u controleren hoe het met mijn buik gaat? Oh. Dit is de eerste keer dat ik dit tegenkom. Oh. Mijn lieverd. Laten we een echo maken. Oh, het is gebroken. Wat moeten we doen? Ik heb een idee. Laten we een nieuw programma testen op een tablet. Een veeg en het scant objecten. Hier zijn de baby's. Wacht, een foto om te onthouden? Oh, dank u. Dat is erg aardig. Goodbye. Maak kennis met Pikachu. Zet een hoed op voor een pruik. Bouw felgele strengen op. Hey, I'm sorry, dear. Knip de pony. Oh, wow. Het is tijd om te veranderen. Pikachu verwacht ook een baby. Voeg een pluizige petticoat toe. Bind een riem. Doe er een kap op. Pikachu ziet er schattig uit. Pikachu heeft afgesproken in een café met een vriend. Hi. Bijna alle tafels zijn bezet. Waar is Louise? Ik ben hier. Hey. Oh, ik zie je. Zo leuk je te ontmoeten. Pikachu, ben je zwanger? Gefeliciteerd. Bedankt. Wat gaan we bestellen, dames? Pikachu bestelde een lange lijst met gerechten. Oké. Maar Pikachu wist snel alles op te eten. Ze begon bliksem te schieten. Oh, verstop je. Het is zo eng. Sorry, het is allemaal deze energieke baby. Neem een regenjasstof. Schets het silhouet. Nu moeten we alleen nog naaien. Je hebt ook een rubberen pak. Trek een ruimtepak aan. Een rubberen pak beschermt je tegen elektriciteit. Pikachu kwam naar de dokter voor een controle. Dokter, wilt u controleren of alles in orde is met de baby? Oh. Natuurlijk, ga zitten. Eens kijken. Oh ja, wat is er aan de hand? Het lijkt erop dat het kind niet rustig is vandaag. De dokter kwam nauwelijks weg, maar hij kwam terug in een beschermend pak. Nu zal het onderzoek veilig zijn voor iedereen. Alles ziet er normaal uit. Reflexen zijn geweldig. Neem wat vitamine. Het zal de baby kalmeren. Okay. Dank u, dokter. Ik zal de medicijnen zeker innemen. Neem een oude koptelefoon. Bind ze op een spoel. Maak het uiteinde vast. We hebben een mooie verlengsnoer. Megan is hier voor een controle. Dokter, ik voel me een beetje vreemd. Aha. Oh, de buik knippert. Dat is niet goed. Laten we gaan. We moeten je aan het infuus leggen. Het werkt niet. Ik ben een robot. Maak je geen zorgen, ik heb alles bij me. Hier is het verlengstuk. Oké, je weet wel beter. Ik probeer verbinding te maken. Megan heeft al haar vitamine. Het is tijd om te bevallen. Maak je geen zorgen. Wauw, je hebt een tweeling gekregen. Ik kan het niet geloven. Mijn schattige baby's. Laten we de oude oogschaduw pletten. Schik containers op een dienblad.
Zet het op pootjes. Het mist glans. De tafel is gevuld met gezonde producten. Bon appétit! Pikachu staat op het punt om moeder te worden. Uh-huh. Dokter, de baby komt eraan. Maak je geen zorgen, alles komt goed. Bliksemflitsen verlichten de hele afdeling. Is het voorbij? Hoe voel je je? De geboorte was een succes. Ik neem de baby even mee en u kunt rustig eten. Iets smaakt niet goed. Ik heb een idee. Ik gebruik bliksem om het op te warmen. Veel lekkerder. Wat een schattige bak. Maak het af. Maak het frame van de kinderwagen klaar. Het is leuk om te draaien. Knip de extra onderdelen eraf. Zet de riem in elkaar. Bevestig de poten. Bedrijfslogo. Limited edition Pokémon. Pikachu ging wandelen met haar baby. Hey, vriendin. Maak de baby niet wakker. Wat en waar is hij? Nu zal ik je een truc laten zien. Voilà. Wow, veranderd in een comfortabele wandelwagen met baby Pichu. Oh, zo schattig. Dat is nog niet alles. Kijk, een Pokémon verscheen uit de Pokébal. Maak kennis met ons huisdier Bulbasaur. Er zijn een paar kinderen in de werkplaats. We gooien een baby naar de stoffen. Een nieuw beeld. Psyduck, neem een beetje geel. Puur blond. Voeg donkere strengen toe. Zet de pop in het water. Prachtige styling. Knip het stofpatroon uit. Mooie jurk. Kleine Pichu en Megan Junior. De meiden zullen zeker met elkaar overweg kunnen. Baby's hebben plezier in de kamer. Wat zullen we spelen? Ik weet het niet. Verfilmen. Ik heb een idee. Wat is dit? Hoi, verwachten je me? Joehoe, Pichu. Laten we de hoogte meten. Ik eerst. Klaar. Mijn beurt. Ik wil. Wauw, jij bent lang. Bleek dat het meisje vals speelde en op haar staart ging staan. Neem een oud onderdeel. Bevestig de bouten. Het hoofd van de kat. Zet de wielen vast. Verf de kuif en de oren opnieuw. Laten we de ring krijgen. Een robotkat is echt net zo leuk als een echte. Megan's tweeling wacht op de gasten. Pichu komt eraan. Hallo vriendin. Dit is voor jou. Wauw, bedankt. Het katje verwelkomt de gasten. Leuk meisje, ik wil er ook een voor mezelf. Het meisje besloot haar vriendin een plezier te doen. Aha. En haar een robokat te geven. Kijk hier eens naar, Pika. Wat een gaaf cadeau. De meiden hebben begonnen te rennen. Laten we de modus instellen. Breng ons naar huis, lieve kat. Neem een houten stok. Snijd de rand eraf. Leg de stok in een pallet. Knip het gedrukte geld af. Wow, een fortuin! Waar komt zoveel geld vandaan? De Lalibugs waren veilig opgeborgen in de bank. Ha, tot Harley Quinn ze te pakken kreeg. Geld, geld. Auw! Veilig en leeg? Vreemd. Ah, daar ligt mijn prooi. Niet slecht, niet slecht. En wat zit er achter deze deur? Oh nee, het alarm. Het is tijd om te gaan. Ik zal pakken wat ik pakken kan. Oproep ontvangen. Wat is hier aan de hand? Harley, stop jij schurk. Waar ging ze heen? Ah, ze kunnen me niet pakken. Het is gedaan. Laten we verder rennen. We hebben wat houten stokken. Bedankt, baby. Knip het af. Verzamel stokken in twee frames.
verbind ze. Kartonnen vierkanten zullen de planken vervangen. Schud de onderdelen uit de doos. Wauw, mooie doos. Kleur het wit. Er ligt een zachte deken op. Hang een mandje met servetten op. De aankleedtafel is klaar. Amanda geeft cursussen voor aanstaande moeders. Gegroet iedereen. Hey. Wauw, we hebben veel mensen die de vaardigheid van een moederschap onder de knie krijgen. Het zal nuttig zijn voor jullie. Je hebt het helemaal verkeerd. Dame, maak je geen zorgen. Samen kunnen we het. Vandaag leren we alles over luiers. Wauw, interessant. Wow. Oh nee. Dus laten we de baby verschonen. Wie is eerst? Ik. Het is simpel. Daar gaan we. Nu hebben we een schone luier. Goed gedaan, Elsa. Nu jij. Ik probeer het. Zo? Oh, ze heeft het verknoeid. Oké, maar ik verschoon de kat zijn luier. Geen kinderen. Wat? Oh! Harley Quinn maakt ze hier ook ophef. Kijk eens naar al deze materialen. Neem piepschuim. Knip er een rechthoek uit. Bevestig twee paar wielen. Bedek ze met een stuk detail. Stuk van de huls. Sluit het aan. Plakken met schuimpapier. Plastic servethouder. Gebruik een borstel. Het werd helderder. Gebruik rietjes. Laten we knopen toevoegen. Het echo-apparaat is klaar voor gebruik. Hallo. Hey. Oh, lieverd. Er is iets aan je veranderd. Echt? Ben je zwanger? Je hebt het helemaal mis. Stil, we moeten naar het ziekenhuis. Stop, het is een vergissing. Stil, stil, maak je geen zorgen. Wat heb je daar? Mijn engel is zwanger. Nee. Het stadium van ontkenning. Het gebeurt. We moeten een echo-onderzoek doen. Lieverd, ik ben er. Het doet helemaal geen pijn. Dus laten we de machine opstellen. Eens kijken. Wat? Juffrouw, dit is geld. Geen kind. Ik zei het toch? Serieus? Awkward. Harley, leg uit. Oh, patiënten. Alles kan gebeuren. Dus, wat zullen we kiezen? Kleur de lens. Zet de camera in elkaar. Breek het detail. Flits er op zijn plaats. Met een krachtige camera kun je perfecte foto's maken. Antonio wacht op een klant. Hij is er klaar voor. Hallo, kom je? Ladybug is hier. Ah, prachtig. Aanstaande mama, schat. Ga daar staan. Laten we poseren. Bravissimo. In de camera. Verander je pose. Ja, perfect. Je ziet er prachtig uit. Ik heb het. Oh, iemand heeft hulp nodig. Wachten de foto's dan? Oma rust uit op een bankje. Zodra de oude vrouw haar aandacht liet verslappen, was de tas weg. Help, ik ben bestolen. Je kan niet van me weg. Deze foto's zijn om voor te sterven. Dat was zo bliksemsnel. Dank je, lieverd. Foto ter herinnering. Het is een happy end. Rol het deeg uit. Vorm een croissant. Voeg de textuur toe. Smakelijke vulling. Maak een schotel. Kleur het. Perfecte presentatie. Bon appétit. Het café zit vol. Iedereen wil een hapje eten tijdens de lunchpauze. Ladybug is geen uitzondering. Hallo. Hey. De tafel is vrij. Ga zitten, juffrouw. Thank you. Wat wil je? Al uw menugerechten en een croissant als dessert. Wauw, grote bestelling.
De ober begon gerechten te brengen. De tafel barstte van het eten. Goed, laten we dit doen. Yummy. Dessert. Yum, yum, yum. Er ontbreekt iets. Precies, vis. De bezoekers zijn geschokt. Oh my God. Dat is beter. Vorm een bal. Breng reepjes watermeloen aan. Donkerder. Perfect. Wind de draad op. Laten we een blad vormen. Knip de buis door. Kleine tape. Waarom is het hier? Rare set. Zwangere Elsa is erg moe. Oh, buikje. Elsa, zullen we spelen? Nee, het is te moeilijk voor mij nu. Oh, ik geloof het niet. Come on. Nu ben ik ook nog zwanger. Oh, we zullen wel zien. Wikkel het in tape. Ga. Yeah, okay. Rustig. Oh, nee. Ik kan niet rechtop zitten. Auw, dit is een ramp. Oh, haal de watermeloen eraf. Oh, nu zul je zien hoe moeilijk het echt is voor mij. Sorry, ik had het mis. Neem een watermeloen. Lekker. Verdeel het karton in delen. Vouw het frame. Bouw de randen. Weefselkleurig papier. Scheur het in stukken. Verzamel de vonk. Het brandt op. Verf de kachel. Span het beschermingsnet. Veiligheid en warmte boven alles. Elsa wacht op Olaf. Hij is weer te laat. Hier ben ik. Elsa, hallo. Oh, waarom ben je uitgekleed? Ik had het heel erg koud. Oh, arm ding, neem mijn muts. En sjaal. Beter? Laten we je bedekken met wat bont. Je moet opwarmen. Het is nog steeds koud. Ik heb het bedacht. Sven! Goed gedaan. Breng een kachel. Oh, warmte. Dank je. Het wordt warm. Kijk uit. Oeps, ik ben gesmolten. Het is goed dat ik je terug kan vriezen. Knip het afgedrukte plaatje uit. De verpakking is klaar. Knip gipsverband. 3 rollen. Doe het in een zakje. Potje met een deksel. Deze kit is een prachtig cadeau. Isa verveelt zich in de woonkamer. Misschien moet ik nieuwe sneakers kopen. Ik weet het niet eens. Zuster, ik heb een cadeautje. Laten we mal maken van de buik om te onthouden. Wauw, interessant. Volg de instructies. Pak wat water. Maak het verband nat. Wikkel de buik in. Voilà. Laat het bevriezen. Wauw. Zo groot. Echte creativiteit. Ik zal het versieren met bloemen. Er zal iets zijn om te onthouden. Heeft iemand een loopneus? We hebben een dispenseronderdeel nodig. Een druppel lijm. Doe het detail opnieuw. Knip de knop eraf. Maak de paperclip los. Knip de fopspenen uit. Verbind de werkstukken. Maak een zachte envelop. Kap en oren.
schattige snuit. De perfecte set voor een baby. Ik heb heerlijk gewinkeld. Ik heb alles gekocht wat ik nodig heb voor mijn baby. Een donzige deken. Fopspenen. Een zuigfles. Ik ga pronken met Mirabel. Ze legde haar spullen neer en ging verder met haar bedrijf. Alle spullen werden opgesnoept. Het werd speelgoed. Kijk, Mirabel. Oh! Oh, ze vinden je nieuwe kleding zeker leuk. Oh, deze grappenmakers. Kijk naar Wednesday's buik. Enid ook. Zijn ze zwanger? Wauw. Dolly, je hebt een nieuwe rol. Teken nieuwe ogen. Een glimlach. Kapseltijd. Oh, wow. Stijlvolle kleuren zullen onze look nog meer glans geven. Gelijkmatig verdelen. Wikkel in folie. Laten we ons nu omkleden. Nu hebben we een felle blouse. Tie-dye rock. Goede keuze. Laten we een nieuwe look proberen. Platformlaarzen maken de look compleet. Laten we de kleur controleren. Deze nieuwe outfit is perfect voor haar. Wednesday en Enid besloten een filmavond te houden. De meiden eten popcorn en kijken naar de film. Ik kan er niet meer tegen. Moet ik pauzeren? Ja, ik voel me niet goed. Te veel eten. Oh, ik ben zo ziek. Misschien een hamburger? Praat niet over eten. Wat wil je nu? Ziet er lekker uit. Ik wil dit. Wauw, Enid eet hondenvoer. Onze mama's hebben vreemde verlangens. Mijn kleine weerwolf heeft een speciaal dieet nodig. Alles is klaar voor de thee. Deze ketel zal van pas komen. Zet hem op een kap. Knoppen met standen rond. Het is makkelijk om een gezonde lunch te bereiden met deze gloednieuwe blender. Wednesday wil ontspannen met een boek. Mijn buikje knoort. Mijn baby heeft vast honger. Oh. Wat zal ik eten? Ik zal een gezonde tomatensmoothie maken. Oh nee, Wednesday vergat de dop erop te doen. De tomaten gingen overal heen. Oeps, dat ging niet volgens plan. Wat is hier aan de hand? Laat me je helpen. De smoothie is klaar. Giet het in glazen. Het is leuk om met een vriend te eten. Yes! Neem nagelpunten. Polijst de randen met een nagelfijl. Lak de nagels in verschillende kleuren. Door de tips in een doorzichtig doosje. Versier met een etiket. Enid stond op het punt een salade te maken. Stil, lieverd, het is tijd om te eten. Laten we eens kijken wat we hebben. Het is genoeg voor een salade. Let's go! Hé, hey, mes, wat is het probleem? Het is onmogelijk te snijden. Enid werd zo kwaad dat haar klauwen groeiden. Maar het zou kunnen helpen. Ja, ze zijn goed in het snijden van groenten. Enid maakt de salade af. Snacktijd! Enid, wat is er met je nagels? Niks bijzonders, ik heb de salade gesneden. Met je nagels? Wat een grappige situatie. Gebruik een medisch masker. Voer Kuromi. Stel rekken samen voor een kamerscherm. Bedek met maskers. Oh, wow. Verzamel onderdelen voor klemmen. Installeer de wielen. Vouwscherm van de twee helften. Baby's zijn onderweg. Meiden kozen de perfecte dokters. Oh, onze baby's zullen hier snel zijn. Laat me eens kijken. Lieverd, ga alsjeblieft liggen. Oké. Vriendinnen steunen elkaar op dit belangrijke moment. Het is goed dat we samen zijn. Dat is het niet kijken. Ik sluit het scherm.
De kinderen zijn er. Het is jouw baby. Wow. Wat een lieverd. Hoe doe ik dit? Wednesday? Nee! Laat me helpen. Kijk, het is simpel. Enid is een geweldige helper. Kinderjoy. Laten we de helft opnieuw doen. De vlinder sloeg met zijn vleugels. Nu hebben we een zachte stoel. Autostoeltjes voor kinderen helpen bij het verhuizen. De ontslagdag is aangebroken. Hier zijn je kinderen, Wednesday, Enid. Jullie taxi is er. Hi. Ze haasten zich naar de auto. Oeps, autostoeltjes passen niet. Oh. Wat moeten we doen? Huh? We moeten een alternatief zoeken. Misschien fietsen. Heel modern en milieuvriendelijk. Goed idee. Wednesday heeft haar autostoeltje vastgezet. De moeders gaan naar huis. Neem deze schablonen. Knip onderbroekjes uit. Voilà, klaar. Hele stapels luiers. Sorteren op kleur. Beperkte editie in 2 kleuren. Een stapel voor elke moeder. Eeuw, het stinkt. Yeah. Baby's hebben een schone luier nodig. Het is tijd om het te doen. Mee eens. Oh, dit is verschrikkelijk. Eeuw. Geen pampers. Hier hetzelfde. Wacht, dit zijn eco-luiers. We kunnen ze wassen. Oh. Laten we het proberen. Nu wachten we. Klaar, ziet er goed uit. Geweldig. Wow. Waar is de mijne? Alles is hier zwart. Oeps. Geen probleem, elke kleur past bij mijn baby. De moeders wiegen hun kinderen in slaap. Het leven draait om compromissen. Scheur een stuk papier uit. Lalilu magie, papier in een binderclip. Dit is een schetsboek. Hier kun je alles in tekenen. De baby van Wednesday verveelt zich in haar doodskistbedje. Regenboogbaby, maak je klaar. Laten we spelen. Geef me het speelgoed. Het is van mij. Ting besloot om de baby op te vrolijken. Een schetsboek is een geweldige oplossing. Ze heeft een gave. Tekeningen tot leven brengen. Het springt door de kamer. Ting hielp met het tekenen. En hielp Macy te kalmeren. Nu hebben beide baby's schriften. Het is leuker om samen te tekenen. Laten we de materialen klaarmaken. De onderdelen vlogen vanzelf in het huis. Het dak is betegeld. Laten we werken met meubels. Zachte pets. Meubels op een plaats zetten. Gezellig pophuis lijkt zo op onze meidenkamer. Wednesday kan dochter Lief niet slapen, terwijl kleine Macy Lief snurkt. Dat is het. Ik kan niet. Tijd om haar wakker te maken. Wakker worden. Er is een spin. Oh, waar? Je bent wakker geworden. Kijk eens naar deze schattige poppen. Zullen we ze in een huis zetten? Natuurlijk. Poppenhuisfeest. Welkom. Doe alsof je thuis bent. Dat klopt. De poppenhuis is een exacte kopie van de kinderkamer. Gebruik stukjes Lego. Kies kralen. 1 piramide is grijs geworden. De tweede is kleurrijk en glanzend. Meisjes spelen in de kamer. Ben je nog steeds bang voor muizen? Waarom? Haal het van me af! Man, nee, dat is niet leuk. Het is oké, lieverd. Hier, neem piramides. Het is leuk. Je moet alles op kleur sorteren. Wacht, wat? Monday verzamelt glimmende kralen en Enid doet het tegenovergestelde. De meisjes willen elkaar beter begrijpen. Tegenpolen trekken elkaar aan. Jullie hebben ons verrast, kinderen. Wow. Het is nooit te laat om je hart te openen voor iets nieuws.